Ik heb ooit tegen de zender gezegd, als je me in een studio zet, dan kies ik voor mijn ontslag. Dat heb ik echt gezegd. Weet je wat hier komt toe? Nee. Een groot verschil met Matchmaker en andere datingprogramma's is dat ze hier aan tijden zijn zonder dat ze het weten. Ze hebben het totaal niet door, ze weten het niet, dus ze kunnen hun spontane zelf zijn. Ze kunnen zonder stress op date gaan, want ze weten het niet. En ik denk dat dat een groot verschil is. Ik denk het verschil is, ook al is verborgen camera, dat het niet geforceerd is. Ben je blij dat je vrienden je hebben ingeschreven? Ja, achteraf nu wel, maar allee, op het moment zelf had ik wel iets van oh, wat is dat hier allemaal en wil ik dat wel? Maar als ik zo achteraf alles samen zie, vind ik het wel, ik heb er geen spijt van. Het is keilief van hen dat ze dat gedaan hebben. Ik ben samen met jouw vrienden op zoek gegaan naar de 3 perfecte mannen voor jou. Ja, ik weet niet wat van mij een goede matchmaker maakt. Ik weet dat echt niet. Wat ik te horen krijg van de mensen rondom mij, de omgeving, is dat ik vaak mensen, dat ik meestal mensen op hun gemak kan stellen. En dat dat een belangrijke factor is. En dat ik wel zo goede voeling heb of zo. Dat ik wel mensen goed kan inschatten en aanvoelen. Ik heb wel wat vrienden gematcht met elkaar. Ja. Ook kennissen. Dat waren niet altijd per se vrienden, maar zo, ah ja, die en die, we gaan eens iets eten of ik organiseer een etentje thuis. Dat heb ik al gedaan. En ook, maar meestal moet dat zo spontaan gebeuren. Ik zou denk ik nooit zo zeggen van, ah, hier is die zijn nummer, belt eens op. Het ontmoetingsverhaal van u en uw vriend, was dat een beetje romantisch? Ja, mijn vriend en ik hebben ons op een niet zo romantische manier leren kennen, maar we hebben 11 jaar gehad om dat goed te maken. We hebben elkaar ontmoet in een club en daar was ik een klein beetje zat en dan was ik niet op mijn meest romantische. En om zijn gsm te kunnen bewachtigen, zijn gsm-nummer te kunnen bewachtigen, heb ik zijn gsm gestolen uit zijn zakken. Mijn nummer ingetikt, zo had ik zijn nummer. En voilà, 11 jaar later zijn we wel nog samen. Met wie ga je naar Parijs? Daten zonder het te weten in Matchmakers. Alles is opgenomen buiten de 7e aflevering, dat is een compilatieaflevering. En dan gaan we terug en dan komen jullie allemaal te weten wie de koppels zijn. Dan komen we dan pas te weten. Als er koppels zijn.